Het was een bijzondere dag vandaag. Het was in het kader van Wereldkankerdag. We hebben vandaag een busreis gemaakt in de regio Zaanstreek-Waterland. Waarbij we bij allerlei organisaties puzzelstukjes hebben opgehaald in het kader van positieve gezondheid. En aan het eind van de dag hebben we de puzzel compleet gemaakt. En toen hebben we gekeken wat is nou precies positieve gezondheid. Wat we met deze busreis laten zien vandaag is wat een patiënt, dus iemand die kanker treft, vaak ook meemaakt, is dat hij verschillende organisaties in de regio ontmoet op zijn reis. En dat noemen we dan de patient journey. Vaak begint het met een huisarts. Dan krijg je op een gegeven moment een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Daar doen ze onderzoek, krijg je een diagnose, vaak krijg je behandeling. En vervolgens is het dan niet af, maar moet je ook nog weer je leven oppakken. Of toewerken naar een punt waarop je komt te overlijden. Nou ja, dat noemen we de patient journey met meerdere varianten. En vandaag hebben we dus al die organisaties die erbij betrokken zijn in beeld gebracht. Het is mijn grote eer om samen met de gemeente zo meteen de eerste puzzelstukjes van de patient journey te mogen aanbieden. En hartelijk dank. Okay. Ook de gemeente Edam-Volendam vindt het heel erg belangrijk om te laten zien dat wij de positieve gezondheid gaan ondersteunen. We gaan de bus in. We zijn bij twee huisartsen langs geweest uit de regio, in Ilpendam en in Wormerveer. Welkom. Wil je het puzzelstukje overhandigen naar mijn huisartspraktijk Ilpendam, namens de huisarts ook? Super, dankjewel. Ik denk dat wij het eerste aanspreekpunt zijn als iemand binnenkomt, de diagnose. En vaak daarna gaat het naar de tweede lijn en zijn wij de mensen kwijt. Vooral in de periode dat het ziekenhuis meer op de achtergrond raakt, zal de huisarts weer belangrijker worden voor de patiënt. Het volgende puzzelstukje, alsjeblieft. Dankjewel. Wat bijzonder was in de bus, was dat het sowieso was het echt een hele leuke sfeer. We hebben ook gezongen in de bus. Potje, 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 potje. En ja, dat levert natuurlijk sowieso al een bijzondere sfeer op. Je krijgt bijzondere gesprekken. Het is natuurlijk een geweldig initiatief dat op Wereldkankerdag dat dit gebeurt. En zeker met elkaar, met professionele organisaties, maar ook met mensen die zelf getroffen zijn door kanker. Wij als Centrum voor Levensvragen zijn heel erg blij dat we een puzzelstukje kunnen overhandigen en deel kunnen uitmaken van deze dag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we op Wereldkankerdag deze reis maken. Yeah, alsjeblieft. We zijn bij twee ziekenhuizen langs geweest in de regio, het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Alsjeblieft. Het meer dan alleen het strijden tegen de ziekte, het medisch gedeelte. Het gaat ook om alle overige factoren wat een patiënt kwaliteit van leven geeft. Wij vinden het belangrijk dat we samenwerken met alle mensen die bij de behandeling van de kanker betrokken zijn. Omdat de patiënt dan de hele cyclus, het hele traject mee kan volgen en daar de regie over kan hebben. Namens het Dijklander Ziekenhuis. Alsjeblieft, ik wil je deze aanbieden vanuit diëtistenpraktijk SUS. En voeding is heel erg belangrijk na een diagnose, want het kan je helpen om de behandeling beter te doorstaan. En om fit te blijven en ook weer fitter te worden na je behandeling. Ik wil je dit puzzelstukje geven namens Fysiocentrum Zaandam. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Ik wil je namens Evian dit puzzelstukje aanbieden om een deel te worden van de eerste lijn zorg voor kanker. Dankjewel. Ja. We zijn bij twee inloophuizen langs geweest, wij allemaal in Purmerend. Alsjeblieft. En Anna's huis in Zaandam. Dankjewel. Alsjeblieft. Het was echt een geslaagde dag. Het was echt een patient journey. We zijn ook allemaal hartstikke moe, maar ook wel vol met energie. Want het is gewoon heel mooi om zoiets te doen. Het is echt wel hartverwarmend om te zien, om al die mensen in die verschillende organisaties bij elkaar te zien. En hoe kunnen we nou iemand echt zo goed mogelijk ondersteunen? Dat is prachtig om te zien, hoe je met elkaar in de regio je ondersteuning kan bieden.